Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 november. Het is vrij zonnig in Nederland, alleen er vallen hier en daar wel een paar buitjes. En dat is met name in het westen en noorden van het land. Als we de radenbeelden er even bij kijken, dan kunnen we dat ook goed zien: dat de meeste buitjes steeds in het westen en noorden vielen. In het zuidoosten bleef het overwegend droog. En in de loop van de middag gaat de buienactiviteit ook geleidelijk aan minder worden. En vanavond wordt het ook op de meeste plaatsen droog. Er zijn dan brede opklaringen en de temperatuur die daalt naar zo'n 3 tot 6 graden. Verder waait er een zwakke tot matige wind uit het noordwesten, die in de loop van de avond en nacht gaat draaien naar het zuidwesten. Met name in het binnenland kan het flink gaan afkoelen komende nacht. De temperatuur kan daar uitkomen rond het vriespunt. In het westen komt geleidelijk aan wel meer bewolking binnenschuiven en wordt het een graad of 5. Verder blijft het vannacht nog wel vrijwel overal droog. Of eigenlijk moet ik zeggen: het blijft droog in de vroege ochtend. Dan gaat er in het westen wel wat regen vallen. In het zuidoosten, daar kan nog eventjes de zon schijnen. Maar ook daar neemt dan in de loop van de ochtend de bewolking langzaam toe. Temperaturen liggen morgenmiddag tussen de 7 en de 11 graden. En er staat dan een matige wind uit het zuidwesten. Veel bewolking dus morgen en eigenlijk ook voor de dagen die daarop volgen. Woensdag, dat wordt ook een vrij grijze dag met hier en daar ook nog wel wat gemieser waarschijnlijk. Een temperatuur tussen de 10 en de 12 graden. Ook donderdag is dat het geval. Ook dan zo'n 10 tot 11 graden met hier en daar nog een spatje regen of motregen. Denk wel dat de droge perioden overheersen, met name in het zuiden van het land. Vrijdag passeert er een storing en gaat het enige tijd regenen. In de middag gaat het dan vanuit het westen opklaren. En als we dan ook nog eventjes op de lange termijn kijken, dan zien we dat de algemene trend wel is dat het iets kouder gaat worden na komend weekeinde. De kans op nachtvorst die gaat toenemen. En overdag ligt de temperatuur over het algemeen zo rond de 5 graden. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.